gastspreker Peter de Rover ging dieper in op de politieke situatie en op het uitblijven van de vorming van een Belgische regering. Want als je geen regering hebt, dan kom je in het spervuur. Ja, wat ons vertelt. Griekenland, hebben ze daar een regering? Ierland ook? Portugal ook, hè? Portugal staat ook in het Guinness boek. Portugal staat ook in het Guinness boek. Dat is pas een verkiezing geweest. En men heeft daar 10 luttele dagen nodig gehad om een coalitieregering te vormen. Ook een record. Het andere record, het snelheidsrecord. Wij hebben het traagheidsrecord. Zij hebben het snelheidsrecord. Zij hebben gedaan wat de Shane-betoging dus vroeg. Snel een regering. Eerst volgende dat we van Portugal hebben gehoord, is de verlaging van de rekening. Ja. Dus laten we wat dat betreft toch even de uitdaging juist plaatsen. Wij moeten niet zomaar een regering hebben, wij moeten een goede regering hebben. En wat is een goede regering? Een goede regering is, denk ik, en dat is de essentie van de democratie, dat is een regering die een vertaling is van de wens van de kiezer. Dat betekent dat het kieshokje, u, ik, wij, altijd gelijk heeft, altijd een keuze maakt, waar u daarna trouwens, en dat is een heel gelukkige zaak, uw keuze bij een volgende verkiezing kunt heroverwegen. Voorzitter van de cultuurraad Herman de Graaf had de eer om stand-up comedian Youssef El Massoui aan te kondigen. Na een aantal succesrijke jaren als vastgoedadviseur en eigenaar van een vastgoedbureau kantoors, werd hij door onder meer Nigel Williams ertoe geïnspireerd zijn talent de kans te geven op de plank. Hij was een kwartier aan het vliegen zo, en stond in aan het zweten, op zijn gemak. Zo is er de dorp of zo? Nee. Dit is een terrorist. Ze waren een terrorist. Ja, ik ben van voordat ik een lange paard als een terrorist. We moeten maken. Ze waren een terrorist. Ik ben van voordat ik een lange paard als een terrorist. We moeten maken. Zodat ik als we gaan landen, dat is mobbak. Zo is dit voor. Als dat een terrorist is, dan gaan we niet meer landen. Hè. Weet je wel, dat is even op zijn kaars tussen. En ik ga die mensen met zijn lange kleren, lange baard, ik ga dat even niet. Ik ben heel beleefd, ik zeg tegen hem, sir, are you, are you een terrorist? En die maak ik zo aan en dan spreekt hij in het Nederlands. Ik zeg, godverdomme, moet je dat weer hebben, hè? Ja, maar je zit hier Marokkaan, in de comedian, hè? Al-Maswai of zoiets, en ik verschuld, ik zeg, ja, inderdaad, ja, ik ben nu zelf een samen, stand-up comedian. Maar wie ben je dan? Ik zeg, ja, kunnen we niet? Hoi, wat op mijn buik. Maar nu valt mijn vraag ook wel, en toen besefte ik eigenlijk ook wel van, kijk ja, nu begrijp ik waarom dat de mensen toen met 9/11 die vliegtuigen schrik hadden. En waarom hadden ze schrik? Want er waarschijnlijk iemand van voor stond, met een lang kleed, lange baard, die waarschijnlijk sprak in een taal dat je niet verstond en die niet de informatie gaf die je als passagier op dat moment nodig had. Daarom hadden ze schrik. He? Want het is nu eens even, moest er nu eens een goede terrorist zijn, in kostuum, goed geschoren, in een taal zou spreken die iedereen begrijpt en u de informatie zou geven die gast is dat hier nodig hebt op dat moment. Zou dat eigenlijk weten hebben van, wel, hij mag dat zijn. Nee? Nee? Ik weet het niet, ik heb dat zo gedaan. Ik heb een kostuum aangedaan, ik zou een kostuum hebben aangedaan, en hij heeft goed gescoren, ik zou in een taal gesproken die iedereen begrijpt en die de informatie hebben gegeven die jullie nodig hebben, zonder duwen en trekken en ruzie en huilen en doen. Nee, echt heel simpel, beleefd, rustig. Zo, kijk zo. Meneer de ladies and gentlemen, please welcome on board as well as your lines with the flight to New York. My name is Youssef El Massoui and I'm your terrorist on this flight. Yeah, please ask to fasten your seatbelt because in a few moments we're going to hit some buildings. You're reminded this is a non-smoking flight? But for this time it's okay. If the passengers who want to escape, you can use the door sign behind you, next to you, or your company. Breakfast will be served in heaven. Who doesn't go to heaven? Who doesn't go to hell? Well, I'll see you in a minute. Thank you all.
de kruidige kleuren. Mm.